Welkom allemaal, lieve vuurtekens en crosswatchers. Dit is de reading voor de vuurtekens. En de Golden Art Nouveau Tarot gebruik ik, de Heart Hidden Secrets en de Fairies en Romance Angels om te kijken van hoe de liefde ervoor staat. Kan ook zelfliefde zijn wat door gaat komen. Wat mogen wij weten, spirits and guides? Ik ga eerst naar de rode draad kijken. Dus wat hebben jullie als vuurtekens gemeenschappelijk? En daarna ga ik kijken per vuurteken. Dus in eerste instantie voor de ram, daarna voor de leeuw en daarna voor de boogschutters. Wat jullie afzonderlijk nog van elkaar moeten weten met betrekking tot de liefde. Woe! Onstuimig. Onstuimig, maar dat kan ook natuurlijk het vuur zijn, wat ik voel. Wat mogen wij weten? Wat is de overall energie? Wat is de rode draad voor alle vuurtekens op dit moment? Waar gaan alle vuurtekens op dit moment doorheen? Wat ervaren zij op dit moment in de liefde? Dat ze het verleden los moeten laten. Doe jouw energie cleansen en laat meer liefde toe in je leven en laat het verleden los. Dus het kan zijn dat je moeilijk het verleden los kunt laten of dat het verleden jou moeilijk kan loslaten als ze iedere keer terug in je leven komen. Het kan ook zijn dat je wil graag vooruit, je wil graag een nieuwe liefde en dat je moeite hebt om die ander los te laten. Ja, de ander, daar zag jij geen toekomst in omdat zij dus opties open hielden of dat zij andere zaken hadden waar die in de weg stonden. Dat kan zijn alcoholverslaving, dat kan zijn seksverslaving, dat kan zijn dat ze helemaal geen tijd voor je hebben, dat ze alleen maar geïnteresseerd zijn in hun werk of anderszins. Jij probeert over die liefde heen te komen. Wat mogen wij weten voor de rammen? Voor de leeuw en voor de boogschutter. En daar doe ik ook nog zo'n kaart bij. Mag ik deze kaart verklaard voor de ram? Mag ik deze kaart verklaard voor de leeuw? En mag ik deze kaart verklaard voor de boogschutter? Dus je wil voor allemaal wil je een bepaalde relatie uit het verleden loslaten. Omdat die jou nog in de greep houdt. Omdat die dus niet succesvol was. Omdat iemand zijn of haar opties open hield. Voor de ram heb ik dat je iemand gefriendzoned hebt. Of zij hebben jou gefriendzoned. Ondanks de passie die jij voelt in de connectie. Kan zijn dat dat jouw hart heeft gebroken omdat ze je op afstand houden, omdat ze jou gefriendzoned hebben, omdat jij veel voor hen voelt. Maar het kan zijn dat die persoon zoiets heeft van nee, ik wil alleen maar mijn opties open houden of ik heb het te druk met mijn werk of ik heb andere verantwoordelijkheden. Dus ik kan je alleen op dit moment maar een vriendschap aanbieden en jij probeert over deze persoon heen te komen. Met de 10 van Kelken kan het zijn dat je ontzettend gelukkig was met deze persoon, met de connectie. Het kan zijn dat deze persoon gekozen heeft voor zijn of haar relatie. En dat jij dus achter bent gebleven. Het kan ook zijn dat jij te koppig bent. Dat je zoiets hebt van mijn geluk is veel belangrijker dan mij te binden aan één persoon. Dus ik hou mijn opties open. En daardoor is dus de connectie geklapt. Daarom hebben jullie dus geen contact meer met elkaar. En het valt je toch zwaarder dan dat je had gedacht. In eerste instantie wist je heel resoluut en zeker van ik wil mijn opties open houden.
En nu heb je zoiets van, nou, ik mis die persoon en ik wist niet dat deze persoon zo'n impact op mij zou hebben. Dus kan het goed zijn dat deze persoon niets meer met je te maken wil hebben. Je hebt in eerste instantie, terwijl die persoon met jou verder wilde, hen op afstand gehouden, hè, gefriendzoned. En daarna hebben zij ervoor gekozen om jou helemaal los te laten, omdat het een te zware last was. Het kan ook zijn dat jij dacht van, nou, ik wil deze persoon friendzonen, want ik wil mijn opties open houden. Maar dat het je ontzettend tegen is gevallen. Dat je toch nu merkt, nou, de connectie voorbij is. Dat je meer voelde, dat er meer diepte in deze connectie zat dan dat jij van tevoren had kunnen bedenken. Wat hebben wij voor de leeuwen? Voor de leeuwen mag je iemand vergeven. Waardoor je dus iemand uit het verleden mag vergeven. Waardoor je dus verder kunt gaan. Waardoor jij dus niet onnodig die ballast meeneemt richting een nieuwe connectie. Het kan zijn dat je de ander mag vergeven dat het alleen maar om lust ging. Iemand had een masker op. Iemand deed alsof ze voor de connectie wilde gaan. Maar deze persoon die mag vergeven worden, zodat jij dus richting een andere connectie kunt gaan. Die dus niet alleen maar gebaseerd is op lust. Die dus niet alleen maar gebaseerd is op wat deze persoon dan ook jou beloofd heeft, wat ze niet hebben kunnen waarmaken. Nou, met de vijf van staven kan het zijn dat je veel ruzie had met deze persoon. Of dat je het gevoel had dat je veel concurrentie had. Omdat zij bijvoorbeeld anderen previleerde. Of dat zij meer aandacht schonken aan bijvoorbeeld het werk. Of dat de alcohol jullie in de weg stond. Kan van alles geweest zijn. Wat het dan ook is geweest. Het is uiteindelijk beëindigd. En het was een zeer pijnlijk einde met de tien van zwaarden. En jij wil hier overheen komen, maar vooralsnog zit je nog altijd in het hoofd over deze persoon. En het is de bedoeling dat je die persoon loslaat door te vergeven. Dat zijn een van de moeilijkste dingen in het leven. Als iemand jou pijn heeft gedaan, om die dan toch te vergeven. Niet zozeer omdat je het oké vindt wat er gebeurd is, maar meer van, ik vergeef die persoon voor mezelf. Zodat ik dus die oud zeer, die bagage, die associatie met verdriet met die ander niet meeneemt in de volgende relatie. Kijk, leugens, bedrog, afgunst, wat deze persoon je ook overspel, wat die persoon je ook dan heeft aangedaan. Het gaat erom dat je toch die persoon vergeeft, zodat je het los kunt laten, dat je dus in volle kracht een nieuwe liefde kunt gaan ontdekken. Voor de boogschutters heb ik physical connection. Dus dit was een connectie die voornamelijk om het fysieke ging. Friends with benefits, hebben we het eigenlijk al over gehad. Staat hier ook, derde partij. En deze persoon heeft zoiets van, ik wil dit niet meer. Ik verander mijn leven en ik ga een andere route lopen. De ander heeft zoiets van, dat wil ik niet, dus ik wil jou blijven verleiden, ik wil jou afleiden, ik wil niet dat jij een nieuwe liefde vindt. Dus dit is denk ik een geval van controle. Iemand wil de ander niet, iemand wil zijn of haar opties open houden, maar wil tegelijkertijd dat de ander niet het ware geluk vindt. Dus dat heeft echt met controle te maken. Misschien zelfs wel een beetje narcistisch. De Hierofant is dit een hele sterke connectie. Waarbij ego een enorme rol speelt. Nou, wat ik zeg, controle is of narcistisch is een flink ego. Die niet. Deze. En iemand is dus op een gegeven moment weggestapt uit deze connectie. Het kan ook zijn dat er iemand al in een connectie, in een andere relatie of connectie zat. Daar hebben ze voor gekozen.
En daar boeken ze nu succes mee, dat kan ook. In ieder geval, jullie moeten beide in je kracht staan om de connectie los te laten, want dit was een zeer sterke karmische connectie, hoor ik. Dankjewel voor het kijken allemaal. Heel veel liefde en licht. Namaste.